Ik ben Dominique en ik werk in de bibliotheek Belmerplein. En ik vertel vandaag over mijn lievelingsboek, De Alchemist van Paulo Coelho. Hopelijk goed uitgesproken, anders kennen we hem in Nederland als Paul Konijn. En waarom ik dit boek zo fantastisch vind, is dat het me echt heeft geleerd dat je naar je hart mag luisteren. Want als je weet wat je hartje vertelt, dan vind je je schat. Het boek is leest eigenlijk als een tijdloos sprookje. En dat vind ik altijd leuk, sprookjes. Dat is ook leuk voor jong en oud. Het gaat over Santiago, een schaapsherder die zijn dromen achterna reist. En sinds dat ik dit boek heb gelezen, heb ik ook echt geleerd om mijn eigen dromen achterna te reizen. Dus lees hem!